In Via Cultura Live beginnen we het nieuwe jaar met de inspiratie en jeugdige gedrevenheid van drie jonge mensen over hun idealen en hoe zij dat waarmaken. Bert Blazen gaat in gesprek met Serren Gort, Mirko Gerrits en Laurens van Doren. En de live muziek komt van Estée Moïse uit Zwijndrecht. Ja, goedenavond allemaal. Natuurlijk vooral de mensen die van huis uit meekeken, maar ook de mensen die in de Biesboshal verzameld zijn. Leuk dat jullie er zijn vanavond. We hebben het vanavond over de droom van de jeugd. Dat betekent dat er drie jonge mensen aan tafel zijn aangeschoven die ik zo meteen aan u ga voorstellen. En we hebben muziek van de jongste van allemaal, dat is Estée Moïse. Welkom. Hi. Daar komen we zo meteen ook vanzelf aan toe. We gaan tussen 8 en 9 gaan we in een paar blokken met elkaar in gesprek over de dromen en idealen van deze jonge mensen en waarom zij zo gedreven zijn als dat ze zijn. Dat doen we in 3 blokken, zei ik, tot 9 uur. En dan hebben we even de pauze waarbij we ook weer naar het nieuws luisteren. En daarna 9 uur, van tot 10 uur, gaan we ook met de mensen in de zaal in gesprek met deze jonge mensen om te kijken of hun ideaal ook resoneert bij hen, bij anderen. Ik ga even kort jullie langs. Ik wou eigenlijk niet meteen beginnen met uitgebreid voor te stellen, maar vooral in huis te vallen met jullie droom of ideaal. Laurens, ik zit jou aan te kijken. Laurens van Doren. Wil jij eens compact zeggen wat jouw grote of kleine droom is of ideaal waar jij voor staat en waar je je gezicht aan geeft, je tijd aan geeft? Ja, dat is een hele mooie vraag om het compact te zeggen, want ik heb zoveel dromen en idealen gelijk die opkomen dat ik het idee heb dat ik heel lang over ze kunnen uitweiden. Maar toch heb ik het idee dat we in Nederland een paradijs op aarde kunnen maken voor ons allemaal. En dat we allemaal een goed inkomen hebben, gewoon vrij kunnen leven. Dus een beetje de big picture. En bijna utopisch, maar toch wel haalbaar, denk ik. Mooi begrip, de paradijs op aarde. Dat is best een groot visioen. Wil je daar eens iets over zeggen, hoe dat zo in jou ontstaan is? Ja, als je kijkt hoeveel mogelijkheden er zijn in Nederland op zo'n kleine schaal. Want we zijn natuurlijk maar een klein landje in de wereld, maar we hebben hele vruchtbare grond, we hebben hele wijze mensen, we hebben een hele krachtig volksgeest. Ik heb toch het idee dat we alle ingrediënten hebben om met z'n allen echt een toonaangevende rol in de wereld te kunnen gaan spelen op het gebied van de nieuwe democratie en het nieuwe samenleven als wereld zelfs. Oké, en wat doe je daar zelf voor? Want je praat er behoorlijk gedreven over. Wat is jouw aandeel? Ja, dit zijn grote idealen, dus je moet het wel proberen een beetje klein te houden om het haalbaar te maken. Maar ik zit bij Code Oranje, de vernieuwingsbeweging die gaat over nieuwe democratie, nieuwe vormen van met elkaar omgaan en samenleven. Niet links, niet rechts. Dus daarin beginnen en dan gewoon mensen meekrijgen, die drive. En dan zoveel mogelijk ook van de eigen kracht van mensen uitgaan. Dat iedereen zijn eigen aandeel daarin kan nemen en zijn eigen stukje kan dragen. Oké, maar hoe is bij jou zo een beetje gegroeid? Want het paradijs op aarde hoor je niet iedere jonge man of jonge vrouw dagelijks zeggen. Nee, dat is eigenlijk, terwijl veel mensen pessimistischer worden in deze tijd, word ik eigenlijk steeds optimistischer. Omdat ik zie dat ondanks alle moeilijke dingen de uitdagingen die voor ons staan, dat er toch een hele grote drive zit bij mensen om het anders te doen en het beter te doen. En heel veel ondernemerskracht, innovatiekracht. Dus ik heb het idee, met z'n allen kunnen we een heel eind komen, maar dan moeten we soms zelf nog eventjes bij stilstaan om die drive vast te houden en niet te denken, het zijn onhaalbare doelen. Dus, Oké, maar nou ben je 23 jaar. Ja. Wanneer bedacht jij het paradijs op aarde in Nederland? Even wanneer kwam die gedachte? Nou, ik denk dat die gedachte wel op een gegeven moment kwam toen ik Toen ik een kijkje had genomen bij de Verenigde Naties en echt het hoogste wereldniveau waarop mensen met elkaar overlegden. En toen dacht ik van ja, het is wel heel mooi en fijn dat we op een wereldniveau met elkaar samenwerken. Alleen hoeveel er echt komt, is maar beperkt. En denk zo, als je klein begint, kleinschalig, op dat moment dacht ik echt zo, ja, Nederland heeft die potentie om de toekomst dat in te gaan. En ik was altijd een idealist, maar ik denk toch wel. Je bent bij de Verenigde Naties geweest, begrijp ik? Ja, in de afdeling in Genève, dus waar meer de kantoren zitten die zich op de achtergrond bezighouden. Als jongetje van 6 of als jongetje van 12? Nee, dat was op mijn 19e was dat. Okay. Maar ik ben wel heel jong ben ik begonnen met kranten lezen, het nieuws volgen en alles proberen te begrijpen wat er in de wereld om me heen gebeurde. Okay. Om zodoende
Daar uiteindelijk zelf een actieve bijdrage in te kunnen leveren om dat nog een beetje beter te doen. En wat is je eerstvolgende stap, Laurens, naar dit mooie ideaal van je? Nou, de eerstvolgende stap is... ik heb al een boek uitgebracht, dus die eerste stap heb ik al gezet. Boek heeft een titel? De Smeltkroes der Ideologieën. Smeltkroes der Ideologieën. Helemaal gratis verkrijgbaar via het internet, dus... Er zit geen winstoogmerk achter. Oké, intikken op Google. En... Ja, op LinkedIn staat alles en dan kunnen mensen daar nalezen. En dat is eigenlijk het uitgebreide verhaal van al mijn idealen. Ja? En het samenbrengen van verschillende zienswijzen. Want dat denk ik dat het ook heel belangrijk is. Dat je niet alleen maar met je drive je eigen verhaal neer wil zetten. Maar dat je ook de verschillende perspectieven gaat verbinden. Omdat iedereen vanuit zijn eigen invalshoek elkaar kan versterken. En niet per se elkaar de tent uit hoeft te strijden. Ik vroeg naar je volgende stap, maar dit was eigenlijk je vorige stap. Dit was de vorige stap, ja. En de volgende stap is met Code Oranje meegedoen in de Provinciale Statenverkiezingen in Zuid-Holland. We gaan ook in Noord-Holland meedoen. Maar het is in ieder geval belangrijk dat we ons nu ook ergens gaan vestigen in een provinciehuis. Oké, want Livie van Gaal heeft het dan over imagineren. Hè? Jij ziet jezelf, jij imagineert jezelf in Provinciale Staten. Ja, dat lijkt me een mooie eerstvolgende stap. En dan dromen we daarna wel weer verder. Maar ik denk toch wel dat we er kunnen komen. Oké, we gaan zo meteen aan de andere vragen wat zij ervan vinden, van jouw droom. Of wat ze eraan kunnen bijdragen misschien. Maar we doen even een stapje naar jou, Seren. Seren Gort. Ja. Wil jij ook even compact jouw ideaal neerzetten? Want dan kan iedereen meegenieten, misschien wel meedoen. Ja, zeker. Ik wil wel even vertellen waar mijn ambitie op dit moment ligt. Ik denk dat ik het beste het kan beschrijven als... dat mijn hart heel erg ligt bij cultuur. Ingezoomd op nachtcultuur. En vrije tijdsbesteding voor jongeren. Wat is nachtcultuur? Nachtcultuur is... eigenlijk alles wat in de nacht plaatsvindt. Dus uitgaansgelegenheden, maar ook andere dingen die 's nachts gebeuren eigenlijk. Oké, want ik ken dat Rotterdam heeft een nachtburgemeester, hè? Of had een nachtburgemeester. Ben je ook een soort nachtburgemeester? Of wil je dat zijn? Ik zou dat ooit wel willen worden. Ja? Klopt, ja. Ik heb toevallig een gesprek gehad met de nachtburgemeester uit Tilburg. Ja? Ik heb zelf voor Rotterdam ook voor het nachtleven al wat projecten gedaan en documentaire gemaakt. En ik vond het heel interessant hoe hun naar nachtcultuur keken. En ik vind eigenlijk ook dat het een beetje ondergewaardeerd wordt. Ben jij ook een nachtmens? Leef jij 's nachts? Ja, ik werk zelf ook in de nacht. En ik zou mezelf ook zeker beschrijven als een nachtmens. Mm-hmm. En ik vind eigenlijk soms ook dat nachtcultuur heel erg in een soort hoekje wordt gestopt. Dat het vergeten wordt. En je ziet ook vaak dat over cultuur niet zo heel veel geschreven wordt. In bepaalde als we nou dat in het hoekje, als we daar nou het licht op zetten... Hè, wat zie jij dan aan nachtcultuur? Wat jij denkt, dat mag echt wel gezien worden, dat mag... Ik denk dat nachtcultuur heel goed is voor zelfontwikkeling. Zelfexpressie, sociale ontwikkeling. Dat is in ieder geval wat ik zelf heel erg uit de nacht kan halen. Kijk, de een haalt dat bijvoorbeeld uit sportactiviteiten. Maar andere mensen halen dat bijvoorbeeld uit cultuur. En dan sommigen zelfs uit nachtcultuur. En ik ben daar zelf denk ik wel één persoon van die dat daaruit kan halen. Want maak het dus nog concreter voor jezelf. Wat betekent het voor jou, de nachtcultuur? En misschien wel de komende nacht? Ik denk dat het mij heeft gevormd wie ik nu ben, tot nu toe. En ik denk dat dat voor meer mensen zo is. Dus het is voor mij een heel belangrijk stukje. Maar hoe ziet jouw ideale nacht eruit? Mijn ideale nacht? Veel contact met mensen. Nieuwe ervaringen, nieuwe ideeën delen. Vooral heel veel gezelligheid ook. Oké. Dus sommige mensen hebben dat overdag. Ja. Wat is het extra van de nacht? Ik denk, als ik voor mij persoonlijk praat... dat ik in de nacht meer mezelf kan zijn dan overdag. Oké. Dus wat ik daaruit kan halen is voor mij toch anders dan overdag. Als ik het zou vergelijken. Ja. En wat is nou jouw ideaal? Want je staat voor de nachtcultuur in Sliedrecht. Mm-hmm. Hè, maar misschien wel in het hele land of in de hele wereld. Wat wil jij er nou aan bijdragen? Nou, ik vind nu dus dat er eigenlijk te weinig vrije tijdsbesteding in de nachtcultuur is. Als ik kijk naar bijvoorbeeld Sliedrecht, dat is een dorpje waar ik ben opgegroeid en op dit moment woon. Vroeger was er veel meer aanbod in, vergeleken met nu.
En mijn ideaalbeeld zou zijn, is eigenlijk dat er gewoon veel meer van komt en is. En dat er mogelijkheid is om dingen te openen die daar dus aan kunnen bijdragen. Ja, zodat we ook 's nachts kunnen leven als we dat willen. Ja. En slapen, wanneer doen we dat? Overdag. Overdag? Nee. Ja, dat is voor iedereen natuurlijk verschillend. Maar ik denk dat het voor veel mensen toch wel belangrijker is dan dat mensen denken. Nou, vroeg ik aan Laurens, en wat is jouw volgende stap op dit vlak? Wat ga jij de komende maanden, de komende jaren doen om die nachtcultuur tot bloei te laten komen? Ja, ik wil zelf eigenlijk wel heel graag... Ik ben al in gesprek geweest met verschillende mensen uit bijvoorbeeld Sliedrecht, jongeren. Ook met de gemeente. Ik heb toevallig iemand gesproken uit de gemeenteraad van Sliedrecht. Wat ze eigenlijk al voor jongeren doen. En ook daar eigenlijk uitgehaald van... Wat ze dus op het gebied van nachtcultuur voor jongeren doen. En dat is dus niet heel erg veel. In mijn opzicht. Dus ik zou dat eigenlijk graag voort willen zetten. Die gesprekken aangaan met mensen, contact leggen. Ook zou ik met organisaties in gesprek willen gaan. Zoals bijvoorbeeld een stichting Open Jeugdwerk. Dat doet jongerenwerk voor Sliedrecht ook. Okay. Nou, we gaan straks kijken wat je ervoor nodig hebt. Hè? Want wellicht zijn er ook mensen die kijken en die denken... hé, we gaan Serena een handje helpen. Maar voor nu, we komen zo meteen bij jou. Want jij bent ook al een stukje nachtcultuur, denk ik. Alhoewel, soms misschien, hè, komen we op terug. Maar even het rondje langs afmakend, Mirko. De volgende jongere met een ideaal, met een droom. Wat even compact neerzetten. Waar zit jouw drive, visioen? Ik denk dat mijn idealen al een beetje bedekt zijn met de grijze sluier der realiteit. Als ik het zo eens mogen omschrijven. Dat is mysterieus, of niet? Dat is, ja. Nou ja, wat ik daarmee bedoel te zeggen... Ik vond het verhaal van Laurens heel mooi. Hè, over je wil natuurlijk toewerken naar het paradijs. Volgens mij, wie wil dat nou niet, is dan eigenlijk mijn vraag. Maar ik heb zelf gezien dat er zoveel fundamenteel verschillende ideeën bestaan... en verschillende gedachtegoeden zijn. Waarvan ik me afvraag, van, ja, is dat te combineren? Dus ik zou mijn ideaal omschrijven als ik zou willen bewerkstelligen dat die optimaal naast elkaar kunnen bestaan. Dat zou ik heel mooi vinden. En een bijkomstig ideaal en misschien een beetje gek. En wat mag er naast elkaar bestaan voor we bij het bijkomstig ideaal komen? Wat mag er allemaal naast elkaar bestaan? Wat jou betreft? Nou, die verschillende ideeën. Dus ik wil mensen in staat stellen om binnen wat zij fundamenteel geloven... Dat te kunnen uitvoeren, zo te kunnen leven, zeg maar... zonder dat het dan ten koste gaat van mensen die iets anders geloven. En ik denk dat zou voor mij het dichtste bijkomen van bij dat paradijs... Mm-hmm. Om het zo maar even te omschrijven. Je vult het paradijs al een beetje in door te zeggen... Ja. Laat al die verschillen naast elkaar bestaan en tot bloei komen. Zeg ik het zo goed? Ja, zo. Want er is ook een moeilijk woord voor wat ik vrij kort geleden gehoord heb. Heterarchie. En dat betekent dat het is niet hiërarchie dat het een boven het ander staat... maar dat alles naast elkaar staat en naast elkaar mag bestaan. Raakt dat een beetje aan wat jij bedoelt? Ik vind het een hele mooie omschrijving van wat ik bedoel. Ja, ja, absoluut. Maar dan hoorde ik je ook zeggen, jij wil graag anderen de kans geven om... maar hoezo ben jij daartoe in de positie om al die verschillen naast elkaar te laten bestaan? Wat draag jij eraan bij? Nou, dat is een hele terechte vraag. Ik geloof zelf heel sterk in het idee dat... bepaalde systematiek, maar ook een stukje technologie, ook systematiek eigenlijk... dat kan bewerkstelligen wat ik juist eigenlijk heb omschreven. En ik probeer dat te doen. Ik ben nu gemeenteraadlid in Zandvoort. Dus ik probeer dat dan op een heel, heel kleine schaal probeer ik dat daar voor elkaar te krijgen. En ik hoop natuurlijk dat uit te breiden naar iets anders. Ik zeg het altijd, hè, van ik heb politieke ambities, maar ik heb geen... ambities in de politiek. En tot nu toe is gebleken van oké, die politiek is de makkelijkste manier om dat te bewerkstelligen. Maar ik sluit niet uit dat het over 20 jaar, 30 jaar middels een bedrijf of een bepaald concept is waar ik mee bezig ben. Maar dat is wel in ieder geval altijd mijn achterliggende drijfveer om dingen mee te doen. Nou, probeer ik even een brug te slaan naar wat Seren net zei. Ja. Ontstaan jouw beste ideeën 's nachts? Of jouw... Nou, ik moet zeggen, ik ben wel een nachtmens. Ik ben vaak tot 4, 5 uur 's nachts wakker. En dan ben ik om 1 uur begin ik dan met schrijven. Dus dan komt eigenlijk altijd komen mijn beste ideeën. Of waar ik mee bezig ben, komt het best tot z'n recht. Maar dat is niet zozeer de nachtcultuur. Ik ben niet iemand die 's nachts naar een club gaat. Maar misschien is dat ook wel een deel nachtcultuur, toch? Creativiteit in de nacht. Zeker. Ja. Nou goed, daar komen we vast nog wel over te spreken zo meteen. Wat is jouw volgende stap in het realiseren van die droom?
Nou, ik ben nu bezig met een bedrijf. En daar kan ik niet al te veel over zeggen nog. Dus ik moet een beetje mee oppassen. Maar dat wordt eigenlijk een tool voor lokale politici om beter te functioneren in een aantal opzichten, zeg maar. Dus efficiënter, dat ze hun werk efficiënter kunnen doen. Want als je kijkt naar wat bepaalde raadsleden nu betaald krijgen per uur, dan valt dat eigenlijk best wel hard tegen. Hè. Dus dan is het heel prettig als ze een steuntje in de rug krijgen. Maar ook een stukje gewoon kwaliteitsverbetering helemaal vrijwillig. En daarmee zeg ik niet dat ik die kwaliteit heb, overigens. Mm-hmm. Ik wil nu niet als een soort, niet hoog van de toren blazen, maar ik wil wel ervaringsdeskundigen erbij halen om dat aan te kunnen bieden, zeg maar. Oké, dus je gaat een bedrijfje neerzetten. Ja. Heb je ook net als Laurens dat optimisme over wat Laurens zei, alles komt hier samen, we kunnen hier dat paradijs maken. Deel je dat optimisme? Nou, daar twijfel ik over. Want waar bij mij die twijfel heel erg in zit, is een stukje technologische vooruitgang waar we nu mee samen, wat nu eigenlijk gaande is in de wereld. Hè. En dan heb ik het over dingen die heel sci-fi klinken voor mensen, maar die wel gebeuren. Dan heb ik het over genetische modificatie van mensen. Dan heb ik het over het feit dat we kunnen gewoon klonen. Dat is al gebeurd. Dan heb ik het over dat ze tegenwoordig middels technologie onszelf slimmer kunnen maken. Maar help me even, wat is de relatie met jouw droom, met al die dingen die je nu net zegt? Nou, waar mijn issue in zit, is dat wat die dingen teweeg kunnen gaan brengen, is dat we eigenlijk iets anders worden dan wat we nu zijn. Dus dan kunnen we ons afvragen, zijn we dan nog wel mens? Of zijn we dan net als dat de bacterie op een gegeven moment een dier is geworden, in dit geval de mens, zijn we dan naar iets nieuws geëvolueerd? En dat zou wel roet in het eten kunnen gooien voor die ideale samenleving die ik voor me zie. Okay, ja. Ik dacht dan van, is dat een kans of is dat een bedreiging? Ja, en dat klinkt dan heel cijfer, maar dit gebeurt dus. We komen bij het volgende deel van het gesprek, gaan we ook op elkaar reageren. Maar we hebben even drie interessante en ook tot de verbeelding sprekende idealen gehoord. Dan wil ik even naar jou. Jij komt hier natuurlijk om jouw ideaal gewoon tentoon te spreiden om te spelen en te zingen. Klopt. Maar kun je ook nog heel kort zeggen waarom je dat, wat jouw drive is, waarom je dat doet? Nou, ik ben vanaf kleins af aan al bezig met muziek. Mijn ideaal ligt dus echt bij het muziek maken en het doorbreken daarvan. Ik ben met muziek opgevoed. Daar zitten drie belangrijke mensen die daar aan bijgebracht hebben. Ik heb een single uitgebracht, 1,5 maand geleden, Splinter. Ja. Sindsdien is het los. Ik ben overal een beetje aan het optreden. En onder andere dus vandaag ook hier. En ga je die single nu spelen ook? Daar begin ik zo mee, de klapper. Ja. Nou, ga je gang. Nu beginnen? Ja, lijkt me wel, toch? Top. Ja, we krijgen toestemming, dus ga je gang. Ik zal eerst nog even wat over vertellen. Ja. Ik heb een Splinter geschreven in juni. Toen ik stage liep in Rotterdam en ik reed toen veel met de trein van Zwijndrecht, daar woon ik, naar Rotterdam Centraal. En in de trein had ik echt de rust om te schrijven, zeg maar. Ik schrijf dan zelf en ik schreef dan vaak stukken in mijn notities van mijn telefoon, want dat was dan makkelijk, die had ik bij. En ja, zo ontstonden allemaal stukken tekst in de trein, dus ook toepasselijk de titel natuurlijk. Toen ontstond dus een liedje, De Splinter. Want ik had destijds een relatie die uitging. En toen heb ik al die stukken tekst bij elkaar gevoegd. Toen ontstond een single die ik 26 november uitgebracht heb. Nou, we zijn benieuwd. Niet iedereen heeft hem al gehoord, denk ik. Een aantal mensen hebben hem al grijs gedraaid natuurlijk. Maar hij staat op Spotify dus. Op Spotify, yes. Goed zo. ST Moïse. Reizen geeft een gevoel. Kom een emotie erin kwijt. Roem wordt tijd, daar schrijf ik uit naar buiten. Zie de heide. En als ik straks het eindstation bereid, zul je me haten, ik wil praten, maar Centraal laat het vervagen. Laat me denken wie ik ben en wat ik heb. Is dat niet gek? Dus zal ik zeggen dat de liefde is ontweken. Alleen zij is een prijs voor mij. Is dat haast langzaam niks voorbij? Ik denk dat ik nog even met je wacht. Ben ik zeker? Stap de trein in en blijf ik denken. Tot 2:30 vannacht. Dan kom ik met een plan. Ik weet niet wat je vindt, maar mijn reis geeft mijn gedachten een gezicht. Breng me dicht
dichter bij mezelf. De sprinter mijn gedachten uit en in. Daar vraag ik me over schrijf. Ik hoop dat ik je niet zo zacht heb. Maar op de volgende zomer brengt de liefde op me over. Ik denk dat je me niet gelooft. Het klinkt voor jou vast heel gewoon wat ik zeg en wie ik ben. Ik wil soms huilen, laat mijn tranen stromen. Zou je me haten, ik moet praten maar. Zet trouw, laat het van me vagen. Laat me denken wie ik ben en wat ik heb. Is dat niet gek, dus zal ik zeggen dat liefde is ontweken. Alleen zijn is een prijs voor mij. De stad raast langzaam niet voorbij. Ik denk dat ik nog even met je wacht. Ben ik zeker, stap de trein in en blijf ik denken. Tot 2:30 vannacht, dan kom ik met een plan. Ik weet niet wat je vindt, maar mijn reis geeft mij gedachten een gezicht. Ik denk me dichter bij mezelf, de spinter mijn gedachten jij en ik. Mijn gevoel in die coupé, in de hitte die het meebrengt. Mijn keuze is zo discloot, maar heb mijn eigen plan voor ogen. Ik wil je laten weten dat je bijzonder bent, een uniek persoon met een eigen jongensdroom. Ik denk dat ik nu zeker ben van dat. Zelfverzekerd, stap de trein in en blijf daar zitten tot 2:30 vannacht. Je zal het niet verwachten, ik weet niet wat je vindt, maar mijn reis geeft mij gedachten een gezicht. Ik ben dichter bij mezelf, de springtermijn, gedachten jij en ik. Oh, de springtermijn, gedachten jij en ik. Oh, de springtermijn, gedachten jij en ik. Oh, de springtermijn, gedachten jij en ik. Dankjewel, dankjewel. Wat een energie hebben jullie gebracht even deze eerste 20 minuten. Maar ik wil graag met jullie erover doorpraten. We komen straks weer bij jou terug, ST. Je zorgt steeds dat er strikje omheen gaat. We hebben het ideaal van Laurens. Wil ik even door de andere twee laten bespiegelen. Daarop bespiegelen. Laurens had het over de smeltkroes der ideologieën. Hè? Groot woord, paradijs op aarde ook groot, maar heeft het best concreet toegelicht. Wat roept het bij jou op, Seren, als je Laurens dat hoort zeggen? Ten eerste vind ik het een heel mooi ideaal beeld van hoe je het voor je ziet. Ik vind het wel een soort last. Ja, het lijkt me lastig om dat te bereiken. Ik vraag me heel erg af hoe je dat gaat doen, zeg maar. Mm-hmm. Heb je ook een tip hoe je het zou kunnen doen? Of vraag ik je nou te veel? Mag je ook best even over nadenken, hoor? Ja, ik denk dat ik daar even over na moet zijn. Maar en als je nou het tegendeel van een tip... heb je ook een zorg waardoor het Laurens niet gaat lukken? Dat kan, mag ook. Want je zegt, ja, het is best... Nou, dan heb ik eigenlijk wel een vraag voor Laurens zelf. Ja? Dat wilde ik eigenlijk al vragen aan hem. Van, heb je zelf niet zoiets van... Dat je zelf bang bent dat er dus iets is, waardoor dat dus niet echt haalbaar is. Zeg maar. Oké, het balletje wordt even teruggespeeld. Heel goed. Laurens, waarom zou het niet haalbaar zijn? Waarom zou het niet haalbaar zijn? Nou, ik denk in ieder geval als het geloven niet is, dan is al weinig haalbaar. Want dat zie je ook bij sporters. Als ze weten dat de kans dat ze goud gaan winnen klein is. Maar omdat ze voor die Olympische droom gaan, hebben ze wel elke keer de drive om zich in te zetten en die kleine stapjes eraan te werken. En jij hebt die drive? Ja, maar ik denk heel veel mensen met mij. Ik denk dat ik daar niet uniek in ben. Ik denk dat we zeker in deze generatie heel veel activistische mensen hebben die uitgesproken meningen hebben en ook wel verstand van zaken met hoe ze het
op moeten lossen. En als daar een mooie dynamiek ontstaat tussen de al wat oudere, gemeleerdere mensen die misschien iets meer in de conservatieve hoek zitten, dat op die manier een mooi samenspel kan zijn. Dus ik denk dat de wilskracht de basis. Maar dan zegt Seren net van, nou ja, is Laurens daar niet een beetje te optimistisch in? Lukt dat allemaal wel, toch? Seren, zeg ik het goed? Ja, ik vraag het me af. Als in. Ja. Of hij daar zelf bang voor zou kunnen zijn. Maar het klinkt van niet, dus. Ja, en ik denk daar nog even kort aan toevoegend. Als je er niet zulke harde deadlines aan stelt, zoals vaak gebeurt van 2030 of 2050, moeten we al onze doelstellingen gehaald hebben. Als het met realistische stapjes gaat, maar wel een goed vergezicht, dan, ik zeg ook niet dat het er overmorgen is, maar ik denk toch dat we wel in de staat van doen zijn dat we toch wel sneller nieuwe stappen kunnen maken. Maar wel, om de bal weer een beetje in de meerkoor te spelen, er zijn belangrijke ontwikkelingen gaande die ons misschien nog verder van onze menselijkheid afbrengt. Mm-hmm. Daar moeten we wel voor waken in de tijd, dat iedereen vooral dat stukje menselijkheid wil voelen, dat stukje verbondenheid met elkaar. Is dat ook, Mirko, wat jij als risico ziet voor het ideaal van Laurens? Dat is het, ja. Ja, want ja? Eigenlijk sluit ik me aan bij het idee van dat paradijs. De vraag is vooral, is het haalbaar? En daar ben ik dan misschien bijna te realistisch voor om dat dan al op te werpen. Maar het is een ideaal, dus wat dat betreft heb je helemaal gelijk. Nou ja. Ik hoorde laatst ook iemand zeggen, dat vond ik een hele mooie quote. Die zei van ja, het gaat niet zomaar vanzelf goed, maar het gaat wel zomaar vanzelf fout. En ik denk ook juist dat het daarom heel belangrijk is dat wat Laurens ook heel terecht zegt, dat er wel mensen zijn, en ik probeer dat ook altijd te doen hoor. Gewoon van, nee, ga voor goud, ga voor het maximaal haalbare. En als je dan wat minder haalt, maar het is nog steeds heel positief, dan ja, waarom niet, weet je? Nou, dacht ik wel dat jouw idee van laat verschillen naast elkaar bestaan, dat het een hele mooie formule is waar Laurens van kan profiteren, zal ik maar zeggen, in zijn smeltkroester ideologieën. Of Ja, ben ik het mee eens. Maar dat andere punt, wat jij als bedreiging ziet, dat even de wat zei je ook alweer, de genetische manipulatie of ja. En ook uitbreiding van wat je als mens kan middels letterlijke technologieën. Ik bedoel, we kunnen gewoon al onze hersenen verbinden aan apparatuur en dergelijke. Mm-hmm. En dat kan heel ver gaan op een gegeven moment. Dus ja. En is jouw idee van dan dat we daar beter mee moeten stoppen? Of moeten we het vooral goed gebruiken? Wat? Ik vind dat een heel ingewikkeld debat. Kijk, je hebt hele rijke, machtige mensen op dit moment. Neem een Elon Musk, is dan laatst een beetje controversieel geworden. Maar die zegt in ieder geval van, ik wil dit juist doen, omdat andere landen zijn toch wel bezig met het ontwikkelen van neurotechnologie. En heb ik liever dat wij het doen en er ethisch naar gaan kijken, hoe gaan we daarmee om, dan dat het in een ander land op een shady manier gebeurt. En dat dat niet op diezelfde manier benaderd wordt. Dus je kan bijna niet anders dan erin meegaan. Want het komt er. En weet je, het hoeft maar op een aantal plekken fout te gaan. En het is fout, zeg maar. Dus ik denk inderdaad dat die insteek wel beter is. Van je moet erin meegaan. Alleen ik denk dat we heel veel dat heel erg moeten oppassen met hoe dan. En op welke manier dan. En ik denk dat in de politiek, juist omdat het zo sci-fi voelt, veel te weinig aan de orde is. Het is iets wat nu op dit moment in de Tweede Kamer, net als de klimaatcrisis, een van de hoogste prioriteiten moet hebben. Van hoe gaan we om met technologisch-ethische dilemma's? En dat gebeurt niet. En dat is iets, dat vind ik heel belangrijk. Als je hem al wat concreter maakt, hey, voor dat paradijs. Zou nou de Tweede Kamer beter 's nachts kunnen vergaderen? Want ik maak een bruggetje naar de. Als het aan mij ligt wel. Maar ja. In de gemeenteraad waar ik zit zijn ze vaak na 11 uur... zeggen ze, joh, we gaan morgen verder. Ja, daar is ook wat voor te zeggen. Dat je uitgerust Tuurlijk. Je gedachten Tuurlijk. Met elkaar deelt. Maar Tuurlijk. Even om het brugje te maken. Hoe kijk je aan tegen Serens pleidooi voor die nachtcultuur, om die wat meer in het licht te zetten? Nou, ik vind het wel mooi. Want ik denk wel dat nachtcultuur te veel wordt gezien als iets wat shady is of onbezonnen. Van, oh, die zitten allemaal een beetje in de fase van hun leven dat ze niks doen. Terwijl, wat Seren heel terecht zegt, ja, het is een stuk sociale ontwikkeling. Het is een stuk ook gewoon invulling voor mensen, zingeving misschien zelfs wel. Hè. Mensen kijken er echt naar uit van vrijdagavond gezellig met mijn vrienden bijeen zijn. Weet je, waarom is dat anders dan als je volwassen bent iemand op bezoek neemt thuis? Waarom wordt dat wel als positief beschouwd, algemeen gezien, en dat andere niet? Dus ik begrijp dat pleidooi heel goed. Ik vind dat een heel mooi doel ook. Ja? En heb je het idee dat jouw pleidooi voor die nachtcultuur ook een link heeft met het ideaal van Laurens en van Mirko? Ja, zeker. Want ik denk, in mijn ogen dan, als dat er meer zou zijn, is het voor mij ook meer een paradijs. Omdat dat is wat ik heel belangrijk vind. En wat hij zegt, iedereen moet gelijk zijn. Dus ook mensen die
vinden dat ze bij nachtcultuur horen, moeten dan ook gelijk staan aan de rest. Dus wat dat betreft vind ik dat het wel bijpast. Oké, dus eigenlijk zeg jij, we hebben eigenlijk met z'n drieën een beetje hetzelfde ideaal. Ik daag je even uit. Ja, ik denk als je het op groter vlak bekijkt wel. En wat want Mirko heeft het net over een bedreiging, hè? Door genetische manipulatie en een artificiële intelligentie. Is dat ook een bedreiging voor de nachtcultuur? Of is dat juist een verrijking? Oeh, dat vind ik een lastige vraag. Ja. Ik heb daar eigenlijk nooit over nagedacht. Nee. Goed antwoord. Ik zou het eigenlijk niet weten. Ik denk dat het technologisch zou het een kans kunnen zijn. Maar ja, het ligt eraan hoe je het ertussen plaatst, denk ik. Ja. Ik ga u even voor deze ronde een afrondende vraag stellen. Want jullie zijn allemaal geïnspireerd en ook gedreven in wat je doet. Maar waar is die inspiratie nou vandaan gekomen? Je had het al over de Verenigde Naties, jouw bezoek daaraan. Dus van jou heb ik al een soort antwoord gehad. Maar Mirko, heb jij een persoon of een moment waar je die typerend is om... Ja? Absoluut, ja. Ik ben hier niet heel openlijk over. Maar ik nu wel voor het eerst. Ik heb een best heftige jeugd gehad. En ik heb echt een dieptepunt meegemaakt. Zware depressie, niet meer naar school. En toen heb ik zo ontzettend veel tijd gehad om gewoon na te denken over het leven, de maatschappij, de wereld. Weet je, ik behoorde echt tot het afvoerputje van alles. En daar is ook wel mijn drive vandaan gekomen om het goed te doen. Juist omdat ik het daarvoor niet altijd goed had gedaan, zeg maar. Zelf ook, hè. Dat was ook deels mezelf te danken. Mm-hmm. En dat is voor mij wel echt een keerpunt geweest. En dat heeft zich echt over de jaren op allerlei verschillende manieren opgebouwd, geuit, zeg maar. En nu zit ik ineens hier. Dus dankjewel. Gaat tot nu toe goed. Ja. Seren, nog een inspiratiebron, moment, persoon? Ik denk voor mij dat het ook wel een beetje overeenkomt qua dieptepunt. Dat was voor mij denk ik in de coronatijd. Toen het er juist allemaal niet was. Toen merkte ik heel erg dat ik die uitlaatklep niet meer had. En dat ik dat miste en dat ik daar ook echt niet alleen in was. Dat er heel veel mensen om me heen ook... het heel erg miste. Dus ja, dat is voor mij ook wel een van de grotere inspiraties geweest om dus op dit gebied iets te willen betekenen. Dat gaat ervoor zorgen dat jij een succes maakt van jouw ideaal. Ja? Dat denk ik. Dat hoop ik. De vraag aan jou, Estée Moïse, over jouw inspiratiebron, moment. Voor dit liedje? Nou, of voor jouw ideaal om die muziek verder te brengen? Ik denk wel echt mijn opa. Ja? Hij was altijd zo eindeloos veel platen spelers en platen en verschillende... Microfoon dat is er. Mijn opa was dat. Die had eindeloos veel inspiratie. En heel veel muziekstijlen wat me inspireerde. En waar ik dan altijd, als ik dan dinsdag of vrijdagmiddag daarheen ging... was dat elke keer, dit is weer een nieuwe plaat. En het was dan niet enige muziek van echt vroeger, maar ook van nu. Dan was ik bezig met mijn eigen muziek en dat, wat dan net uit was... van een artiest en zo, die ken ik ook. En dacht ik echt van, hoe kon je dat nou weer kennen? Maar mooi. Dat was echt mijn inspiratiebron. En maak maar het bruggetje naar je volgende nummer, want je bent aan zet weer. Dus yes. Wil je weer spelen? Ik ga dan deze avond 3 liedjes, waar heb ik al 1 van gespeeld, van mezelf spelen en 3 covers. Ik ga nu een liedje van Stella spelen. Ga je gang. Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin of ik niet. Ik wil meer, ik zit achter, wachten op de bel en ik ga rennen naar huis. En ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor me. Gewoon negeren, niet kijken, want ik kan lachen als laatste. En ik kan niet laten blijken dat wat ze zeggen maar raakt. Maar ik ben ook niet van steen, misschien een oost in die stoel. En soms spook je nog steeds. Mijn hoofd is bedankt voor die vlam, want die brandt weer als nooit tevoren. Zonder jou was er geen muziek, dus het geeft nu niet. En natuurlijk ben je bang voor de reunie. Bedankt voor die vlam, want die brandt weer als nooit tevoren. En zonder jou was er geen muziek, dus het geeft nu niet. En natuurlijk ben je bang voor de reunie. Natuurlijk ben je bang voor de reunie. Misschien schil ik wel een appel op de reunie. Maar we zijn allebei volwassen op de reunie. En nu schudden we de hand op de reunie. En
zonder jou was er geen muziek. Dus het geeft nu niet. Ja, natuurlijk ben je bang voor de reunie. Dames en heren, ben er weer. Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. En ik heb 100 problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en op plan gas naar huis. En ik heb 100 verledens, maar die maken me juist. En ik had haast, ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En is het alles op alles, wat ze me lachen als laatst. En ik kan niet ontkennen dat wat ze zeggen me raakt. Maar ik ben ook niet van steen. Misschien lost in die stof. En zo'n spookje steen. Door mijn hoofd, dus bedankt voor die vlam, want die brandt weer als nooit tevoren. Zonder jou was er geen muziek, dus het geeft nu niet. Ja, natuurlijk ben je bang voor de reunie. Bedankt voor die vlam, want die brandt weer als nooit tevoren. Zonder jou was er geen muziek, dus het geeft nu niet. Ja, natuurlijk ben je bang voor de reunie. Weer als nooit tevoren. Zonder jou was er geen muziek, dus het geeft nu niet. Ja, natuurlijk ben je bang voor de reunie. Bedankt voor die vlam, want die brandt weer als nooit tevoren. Zonder jou was er geen muziek, dus het geeft nu niet. Ja, natuurlijk ben je bang voor de reunie. Dankjewel. We pakken de draad weer op aan deze kant van de tafel. Ik ga jullie zometeen ook de kans geven om een soort van reclamespotje of eigenlijk een oproep te doen van wat heb je nou nodig om dat ideaal te bereiken. En nou ja, spreek het uit, want als je je oproep uitspreekt is er een grotere kans dat het ook gerealiseerd wordt. Hè? Dus spreek uit wat je nodig hebt, wat misschien de randvoorwaarden zijn om te bereiken wat je wilt. Ik kijk eerst even naar jou, Laurens. Dan hebben de anderen het moment om nog over na te denken. Wat heb je nodig? Wat zou er nodig zijn om jouw doel te bereiken? Nou, wat ik nodig heb is een netwerk van mensen die net als ik positiever instaan. En het idee hebben dat we echt een verschil kunnen maken met z'n allen. En dat netwerk bestaat al, dat heet Code Oranje. Sluit je aan, word lid, doneer of ga gewoon stemmen op 15 maart voor de Provinciale Staten. Want we hebben het al zo lang over nieuwe bestuurscultuur, maar er is niemand die echt komt. En dat is de randvoorwaarde. Voor want begrijp dat ik nou dat mensen op jou kunnen gaan stemmen, Laurens, op 15 maart? Ja, dat, okay. Dat klopt. Dat is nog niet publiekelijk gemaakt, maar bij deze is het mogelijk inderdaad om op mij te stemmen. Oh, of, dus we hebben een primeur. We hebben een primeur te pakken, ja. Mensen kunnen op jou stemmen en dat moeten ze vooral doen. En wat heb je nog meer nodig? Je hebt de zendtijd nu, dus... Ja, de zendtijd. Nou, vooral extra zendtijd om langer en dieper in te gaan op de verschillende onderwerpen. Want ik heb heel veel ideeën, maar het is altijd lastig om zelf je ideeën te balanceren met de input van anderen. Dus daarom zeg ik, kom vooral meedenken, schrijf ons aan. Het kan heel laagdrempelig zijn. Al heb je ergens een idee over, stuur het en wij zorgen dat er iets mee gedaan wordt. Wil in Drechtsteden, maar in Zuid-Holland wil je die beweging van de smeltkroes der culturen of der ideologieën wil je waarmaken, dat paradijs op aarde. Ja, precies. Wie wil niet meedoen? In die veelzijdigheid combineren. Dus niet alleen maar in kampen tegenover elkaar staan, maar juist elkaar de lijftak toe reiken en zeggen, we gaan nu samenwerken. Niet meer links-rechts denken, vooruit, achteruit, pro-life, pro-wat. Gewoon iedereen moeten samen voor gaan. En vanuit een humanistisch of vanuit het gevoel dat we allemaal mensen zijn, dus daarom niet uitmaken welke kant we staan, als we maar samenwerken. Oké. Ja. Nou, als mensen dit zien en willen reageren, Laurens van Doren, hè, even, ja. Je bent te vinden op internet en ook via onze kanalen, als jullie ons benaderen, dan sturen wij je door naar Laurens. Seren, wil jij ook? Wat heb jij nodig? Wat is er nodig om jouw ideaal tot stand te laten komen? Wat ik nodig heb is... Nachten? Ja, sowieso nachten. ik denk mensen die nachtcultuur ook heel belangrijk vinden. Nieuwe ideeën zijn natuurlijk ook altijd welkom. En ik denk eigenlijk wat ik ook nodig heb is een middel om een goed beeld te kunnen schetsen van wat nachtcultuur nou eigenlijk echt is. Omdat daar misschien best wel een bepaald stereotype op zit. Wil je er een boekje over maken? Wil je er een film over maken? Ja, het kan allemaal. Ik denk, of de krant kan erover schrijven? Een film is meestal misschien wel het beste om een boodschap over te brengen. Omdat je dan echt beeld erbij hebt. Maar een boek zou ook... Dus als er nou een filmmaker zit te kijken, dan is dat ideaal voor jou. Als ze naar jou toe stapt en zegt, zullen wij een film maken over nachtcultuur? Dan ben ik gelijk om dat te doen. Dan ga je presenteren, dan ga je... Oké. Zeker, ja.
Ik wou zeggen, heeft iemand nog iets aan te vullen wat er nodig is? Maar dit is eigenlijk al een briljante wens die je geuit hebt. Dus teken in, Seren Gort. Te bereiken ook via ons natuurlijk, maar ook rechtstreeks. Ik heb geen e-mailadres allemaal nu bij de hand, maar ongetwijfeld weten jullie ons te vinden. Via Facebook of wat dan ook. Mirko, wat heb jij nodig? Wat is de randvoorwaarde om jouw ideaal te realiseren? In ieder geval dat die genetische manipulatie, dat een beetje goed blijft gaan, begrijp ik. Nou, of mij dat gaat lukken, daar twijfel ik aan. Maar ik heb altijd zoiets van, weet je, als mensen zich op verschillende manieren inzetten, dan kan je wellicht op grotere schaal iets bereiken. En ik denk wat het is op dit gebied is, kijk, de klimaatdiscussie, heel mooi, die heeft een hele goede PR-afdeling, om het even heel grof te omschrijven. Er zijn heel veel organisaties die zich ermee bezighouden. Dat is goed. Is misschien nog niet goed genoeg, hè, volgens sommigen, maar het loopt. En ik merk gewoon als het aankomt op ethisch-technologisch vlak, om het even wat duurder te omschrijven, ontbreekt het gewoon aan die PR. Ontbreekt het aan het ontlokken van die maatschappelijke discussies. Nou, want elke goede gedachte is ooit voor het eerst geuit. Hè? Even, dus, ja. Dus alles wat goed is, begint klein. Dat, tuurlijk, dus, precies. Hoe zeg je dat? Wanhoop niet. Maar wat heb je nodig? Nou ja, in heel veel opzichten wat Laurens ook omschreef. Weet je, voor mij is het, de ideeën heb ik. Het is alleen de mankracht, soms het geld, weet je, al het werk wat ik doe, al het geld wat ik verdien. De publiciteit. Publiciteit, maar weet je, alles wat ik verdien, steek ik allemaal weer in de projecten en dingen waarmee ik hoop de aarde stapje voor stapje een heel klein beetje te verbeteren. En wat zou je nodig hebben voor je eerstvolgende stap? Want dan wordt het lekker concreet. Dan is het niet een algemene oproep, maar dan oproep. Nou ja, ik ben dus bezig met het bedrijf. En daar heb ik hele goede hoop op. Alleen, ik ben gewoon jong. Dus het is voor mij aardig duur om daar zoveel in te investeren als ik zou willen in één keer. Je hebt een investeerder nodig. Stel, er is een investeerder die zegt ineens van, joh, ik ben benieuwd en ik heb een paar duizend euro. Het gaat echt niet om gigabedragen, maar wel ook niet klein. Dan is dat zeker welkom. Ja, absoluut. Oké. Okay. Nou, ik ga jullie elkaar vragen. Wat denken jullie dat je kunt doen voor het ideaal van je buurman of buurvrouw? Wat... Laurens, wat kun je doen voor Mirko of voor Seren? Nou ja, ik denk voor Seren, zeker op politiek vlak, dat je altijd in moet zetten voor een 24-7 samenleving. Zeker in een moderne stad zoals Dordrecht, zoals Rotterdam, zoals Den Haag. Dat dan binnen de provincie Zuid-Holland is het echt belangrijk dat er voor ieder wat wils is. En iedereen heeft andere leefpatronen, dus er moet voor iedereen aanbod zijn. En voor Mirko is het, ja, ik denk, ethiek is niet sexy, moraliteit is niet sexy, maar het zijn wel de belangrijke discussies die gevoerd moeten worden en gefaciliteerd moeten worden op politiek niveau en maatschappelijk niveau. Dat we onze menselijkheid behouden als we verder draven in technologie die misschien dingen beter kan dan wij zelf. Mm-hmm. En wat kan je concreet doen? Dus als jij daar in die provinciale staten zit, over een paar maanden, dan ga jij voor even... Ja, nou... Alles wat met robotisering en AI te maken heeft, moet wel lonen. En het moet niet alleen ons wat kosten. Dus mochten de mensen bijvoorbeeld een baan verliezen omdat een robot het overneemt, dan moet er weer een fonds komen die gaat zorgen dat die mensen op andere manieren wel gecompenseerd worden voor die overwinsten die geboekt worden met robots. Dat is een heel concreet beleid waar je aan zou kunnen denken als je die AI... transitie wil omarmen, maar er wel genoeg controle over wil geven. Oké. En wat kun jij betekenen voor de dromen van deze heren, deze jonge mannen, moet ik zeggen? Nou ja, ik zit zelf niet in de politiek. Maar ja. Los daarvan zou ik wel mensen bewust kunnen maken van hun ideeën. Om zo meer aanhang te kunnen krijgen en het haalbaar te laten maken. En past het ook in de nachtcultuur die jij voor open staat? Om dit soort gedachten daar ook, misschien wel door middel van poëzie. Ja, ik noem maar even iets nachtelijks wat mij associeert. Ja, ik denk zeker dat hier... over gepraat kan worden. Ja? Oké. Okay. Ja, als je de juiste mensen hebt die willen luisteren natuurlijk... kan je het hier zeker in de nacht ook over hebben. Dat maakt niet uit of het nou dag of nacht is. Oké, nog iets. Iemand een duitje voor elkaar in het zakje doen... van wat de ander nodig heeft, wat jij te bieden hebt? Of moet het gewoon nu maar even overlaten aan al die duizenden mensen die aan het kijken zijn... en die ons zelf zo meteen massaal gaan mailen en twitteren en weet ik het allemaal. Nou wat ik nog wel wilde toevoegen is in het geval van wat Laurens zei... Is ik ben het eens wat je zegt. Maar ik denk dat het mij ook vooral gaat om een stukje zingeving. Kijk, financiën kan je bieden aan mensen, dat is vaak makkelijk. Maar
is iemand nog wel gelukkig als iemand zijn baan verliest aan iets waar diegene bijvoorbeeld voor heeft gestudeerd en voor heeft gewerkt? Dus een voorstel waar ik provinciaal, als ik jou dan mag helpen met mijn eigen voorstel voor zou zijn, is bijvoorbeeld dat je zegt van, hey, kunnen we niet een ambtenaar aanstellen die gaat kijken naar wat de ontwikkelingen zijn op technologisch gebied en wat dat betekent met bijvoorbeeld voor bepaalde opleidingen, van moeten die dan niet aangepast worden zodat het relevant blijft om dat te leren. Niet dat mensen klaar zijn en dat ze 3 jaar daarna ineens ingehaald worden door een AI of iets dergelijks. Dus een soort van verbindingsambtenaar die dat dan doet met professoren of natuurlijk. Ik bedoel, voor de mensen die wat beter. Minder Engelstalig AI, Artificial Intelligence, ja. kunstmatige intelligentie. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, dan ben ik ook weer bij. Middels algoritmes. En, heel goed. Ik kijk ook even naar jou, want je hebt je droom duidelijk gemaakt. Wat kan de kijker jou bieden als ze denken, hey, die dame willen wij graag bij ons komen laten optreden? Dat kan? Ja, zeker. Ja, ik heb veel te bieden. Goed zo. laat ons blijken in je derde nummer. Yes, het derde nummer wat ik ga spelen is een single die nog niet uitgekomen is. Jij hebt mij, heb ik ook in de zomer geschreven. En daar ga ik morgen voor het eerst de studio in om even te kijken hoe dat allemaal gaat vormgeven. Dus jij hebt mij. Over zomerliefde. En donker middernacht vond ik de liefde. Benauwde ruimte, onversnacht, besefte niet wat er gebeurde waar ik was. Ik hoorde jouw geluid. De nacht was jong, pas net begonnen, we waren uit. In een bubbel met jou, de kuste mij, het voelde goud. Ik kreeg het spasm nou. Je voelde zo vertrouwd, want jij hebt mij in mijn gedachten. Jij hebt mij, ik had het zelf niet verwacht dat ik kon vallen voor je. Het mooie waard zijn, dat maakt me super blij. Ik wil schreeuwen dan verzacht. Hoe zou het zijn als je voor mij was? Mijn leven anders voor mijn gevoel, heb je dat nu al best veranderd? Die avond in de club was dat wel verstandig. Aan de wijn als water, hoe je naar me lachte. Ja, dat kan ik niet omschrijven. Als ik het zie, moet ik zorgen dat ik niet overdraag. En ik viel weer naar die tijd, want die momenten, ja, die blijven me bij. In een bubbel met jou, je kuste mij, het voelde goud. Ik kreeg het spasm nou, je voelde zo vertrouwd. Jij hebt mij in mijn gedachten. Jij hebt mij, ik had het zelf niet verwacht dat ik kon vallen voor je. Het mooie om waar te zijn, het maakt me super blij. Veel schreeuwen dan verzacht. Het zou zijn als je van mij was. In een bubbel met jou, je kuste mij, het voelde goud. Je kreeg het spasm nou, je voelde zo vertrouwd. Want jij hebt mij in mijn gedachten. Jij hebt mij, ik had het zelf niet verwacht dat ik kon vallen voor je. Het mooie om waar te zijn, je maakt me super blij. Ik wil schreeuwen dan verzacht. Hoe zou het zijn als je van mij. Dankjewel ST Moeizo moet ik zeggen. Na 9 uur horen we ST nog 3 keer. Maar de laatste minuten van dit eerste uur ga ik met jullie nog even praten over. Omdat ik het gevoel heb dat jullie eigenlijk alle drie een soort van nieuw geluid. Ieder voor zich, ieder op zich. Zichzelf anders verwoord, maar jullie zorgen voor een nieuw geluid. Dus dat is eigenlijk automatisch anders dan dat het nu gaat. Dus als we dat nou eens even vergelijken met hoe het nu gaat. Hè? Even, en we zetten jullie ideaal daarnaast. Of daar, wat, zou,
Wat zou er in de huidige gang van zaken dan moeten veranderen? Wat zou er anders moeten gaan om te zorgen dat jullie de energie meekrijgen, de wind in de rug? Wat zou je daar wat van willen zeggen, Seren? Wat is er nodig dat er anders gaat om jouw ideaal makkelijker te verwezenlijken? Ja, ik denk dat het begint bij begrip voor wat het nachtleven eigenlijk precies inhoudt. Oké, en vind je dat je dat vandaag voldoende hebt kunnen vertellen? Of wil je dat nog? Ik denk dat het altijd meer kan, maar ik denk dat het een goed begin is van wat ik vandaag heb kunnen vertellen. Een goed uitgangspunt om het eigenlijk door te pakken en steeds meer mensen bewust te kunnen maken van wat er nou eigenlijk echt zo belangrijk aan is. Ja, want je zegt, is er op dit moment wat te weinig begrip? Vind ik vanuit mijn eigen opzicht wel. En waar merk je dat door? Dat er niet voldoende begrip is voor de nachtcultuur, voor het nachtleven? Ik denk sowieso het aanbod. Dus hoeveel er eigenlijk is en hoeveel er ook uit aan het sterven is. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Sliedrecht, vergeleken met vroeger. Nu zijn er nog maar, ik denk, 3 kroegen. En vroeger was dat veel meer. Maar ook als je kijkt naar bijvoorbeeld een stad als Rotterdam. Het uitgaansleven bloeide daar vroeger ook een stuk meer dan nu. En denk je dat het allemaal door corona Nee, ik denk, eerlijk gezegd, denk dat het daarvoor al wel minder was. Maar dat corona het natuurlijk door die hele stop het wel versneld heeft om het dan eigenlijk nog meer te laten. Nou heb ik altijd geleerd dat als je iets wil veranderen, dan moet je niet wachten tot een ander begint, maar er zelf mee beginnen. Hè? Ja. Ik zie je ook meteen knikken. Dus jij vindt ook dat jongeren dan zelf maar het heft in handen moeten nemen en dat nachtleven een impuls moeten geven? Ja. Ja? Ja, dat denk ik wel dat dat de beste manier is. Oké, en als ze dat willen doen, dan moeten ze jou bellen, jou twitteren, jou opzoeken. Ja, ga je het samen doen. En dan liefst in Sliedrecht of wil je het over the place helpen opzetten? Ja, ik woon nu in Sliedrecht. Sliedrecht is ook mijn geboorteplaats. Dus ik vind Sliedrecht heel mooi als ik daar überhaupt al iets kan bereiken. Ja, of Zandvoort. Maar het liefst natuurlijk groter dan Sliedrecht. Oké. Okay. Ja. Of Rotterdam, waar jij woont, Laurens. Wat is in Rotterdam? Wat moet er in Rotterdam anders gaan? Wil jouw ideaal de wind in de rug krijgen? Nou, ik denk dat het eigenlijk in Rotterdam al best goed gaat, omdat het een positieve uitzondering is voor heel veel plekken in Nederland. Want dus Rotterdam is al een paradijs op aarde. Nou, het heeft een mooie kant en een wat minder charmante kant, om het zo maar even te zeggen. Maar ik denk toch wel dat we zien dat er veel meer saamhorigheid is in de stad dan eerder. Mensen voelen zich Rotterdammer. Het gaat niet over waar kom je vandaan, Turk, Marokkaan, Nederlander. Dat verschil is er minder. Het gaat meer om we zijn Rotterdammers, dus we doen het samen. En ik denk dat heel veel bewustwording al heel veel aan het groeien is onder de maatschappij. Iedereen weet dat het niet goed gaat. Maar ze moeten alleen nog kiezen voor een echt alternatief. Wat niet weer mensen gaat beloven dat het allemaal beter wordt als ze achter hun aanlopen. En dan weer als een oude partij machtspelletje spelen. Maar dat we echt met elkaar de handen ineens staan en onze eigen systemen opzetten. Dat we een echte democratie kunnen hebben, een echt land. En die drive zit er, die wil zit er, De bewustwording zit er, nu gaat het om samenwerken. Alleen we moeten niet meer voor machtspolitiek kiezen, zeg je dat? Nee, dus dan het is heel raar om te zeggen, kies niet voor machtspolitiek, maar stem op mij. Maar toch is het wel zo dat ik denk van, als je op mij stemt, dan ga ik zorgen dat er structuren komen, dat je ook jezelf inbreng hebt. Ik heb zelf het concept van de Derde Kamer opgezet, een officieel instituut, wat een toevoeging kan zijn aan de parlementaire democratie om meer aanbeveling te doen vanuit de maatschappij. Ja. Staat ook allemaal in mijn boek beschreven. Heb ik ook eerder een interview over gegeven. Is allemaal te vinden online. En ik ga er graag ook gesprekken aan met Want jij, met, jij zegt, ik, de mensen. Ik ga het anders doen dan dat we gewend zijn. Zeg je dat? Ja, ik. Maar in de ik zit ook een wij. Want het kan niet alleen maar in mijn eentje gebeuren. We hebben een brede beweging achter ons staan. Er zijn heel veel mensen die hetzelfde denken. Alleen het is nu nog eventjes De missing links slaan. Ja, tussen, er gebeurt best vaak toch nog dingen zoals we gewend zijn dat het gaat. Maar jij zegt dat er is een beweging in de samenleving. Ja, en ik denk de makkelijkste manier om het af te dwingen is met transparantie. En je kan altijd je vraag stellen, hoe ver moet je gaan? Moet je ook transparant gaan formeren en dat soort dingen? En dat brengt mensen in de positie dat ze denken, nu moet ik alle kaarten gelijk op tafel leggen. Transparant formeren, wat misschien best is dat voor jou een vanzelfsprekendheid. Nee, maar wat is dat? Dat is gewoon dat we echt kunnen inzicht krijgen in wat er wordt besproken, wat er wordt afgesproken, wat er wordt uitgeruild. Dat we met z'n allen een maatschappij breed gedragen plan maken voor de komende 4 jaar, voor de komende 8 jaar of wat dan ook. Okay. Maar dat het niet meer gaat over ouderwets uitruilen van een beetje van mij, een beetje van jou, en dan houden we samen de rest eronder. Oké. Okay. Nou ja, ik vind dat je het helder vertelt. En nu nog die wind meekrijgen, Laurens. Ja.
Ik kom even bij jou. Wat hindert, wat is de oude structuren, wat hinderen ze om het te doen zoals jij zou willen? We moeten focussen op wat we wel willen in plaats van te focussen op wat we niet willen. En een heel perfect voorbeeld dat al heel lang rondgaat is het hele idee van de rijken worden rijker, de armen worden armer en dat slecht is. Nee, zeg ik, dat is niet slecht. De armen moeten gewoon niet armer worden. Maar dat de rijken rijker worden is alleen maar met een stok willen slaan van oh jullie zijn de schuldigen, zeg maar. En dat is een heel mooi voorbeeld dat je heel vaak hoort van iets wat in mijn ogen systematisch misgaat in de politiek. En dus dat je je afzet tegen iets wat je niet wilt in plaats van dat je inzet voor wat je wel wilt? Ja, dat. Oké. Dus zorg er gewoon voor dat mensen die onderaan de ladder zijn een mooi bestaan hebben, goed kunnen leven, dat die er ook wel op vooruit gaan. Ja. En als de bovenklasse er dan verder op vooruit gaat, so be it. Maar focus je daar niet op. Focus je op die onderklasse. En dat zie ik heel vaak in de politiek. Hè? Van het willen ja, eigenlijk het naar beneden willen halen van mensen die te goed gaan. Hè? En misschien dat de redenen daarachter goed zijn, de intenties. Maar het is niet de manier om het probleem op te lossen. Okay. En hoe gaan we zorgen dat de mensen die het wat minder hebben, wat meer kunnen krijgen? Wat is jouw idee daarbij? Ja, het is niet een heel uniek idee, maar ik ben zelf wel heel sterk voor het basisinkomen. Mm-hmm. Omdat in landen waar dat op dit moment gebeurt, zie je gewoon dat enorm helpt. En mensen hebben dan ook de rust en de ruimte om bijvoorbeeld te gaan werken, omdat ze niet constant paycheck to paycheck leven, zeg maar. En moeten inrichten van oké, hoe kan ik overleven? Want wat is een basisinkomen? Een basisinkomen is een vast bedrag per maand wat mensen gestort krijgen, waardoor zij gewoon een bestaan kunnen leiden wat menselijk is. Daar komt het eigenlijk op neer. Okay. En daar zit niks aan verbonden. Er wordt niet gezegd van je moet het zo of zo uitgeven. Dat doen ze in Scandinavië en dat werkt daar heel goed. Dus ik zou zeggen, waarom in Nederland en er niet? Zijn landen waar dat gebeurt? Ja, in Noorwegen en dergelijke dat gebeurt dat momenteel. Dus, okay. Dus dat is zomaar een oplossing die jij denkt, nou, dan hebben we dat probleem ja, opgelost. Absoluut. Laurens, wat vind je ervan? Ambitieus, maar ik denk dat we zeker op heel veel punten elkaar wel kunnen vinden. En dat we mooie stappen kunnen gaan zetten. Want, Seren, is een basisinkomen goed voor het nachtleven? Wat een vraag, hè? Ja. Weet ik eigenlijk niet. Nee, dat snap ik. Ik zou het zelf ook niet weten. We gaan na 9 uur verder.